Ja, je ziet de kisten leeg, de schuur leeg, alles is leeg. Dus ja, dat is op het moment een probleem, want er is nog heel veel vraag naar droog hout. En ja, wij kunnen op het moment niks meer aanbieden, tenminste geen droog hout. Vers hout in overvloed, maar dat is nog te nat om in de open haard te gooien. Het droge hout, meteen geschikt voor gebruik, is normaal gesproken tot eind april beschikbaar. Het aanbod vermindert, terwijl de vraag alleen maar groter wordt. Het is toch de trend van de laatste jaren dat toch steeds meer mensen een houtkachel of een open haard in huis maken. Zowel een nieuwbouw als bestaande huizen. De leveranciers van het hout, zoals Staatsbosbeheer en het Drents Landschap, kunnen de vraag naar het hout niet aan. Die willen geen kaalslag hier in de bossen. Die willen net zoveel eigenlijk aanwas dan dat er gekapt wordt. Dus dat blijft gewoon elk jaar eigenlijk hetzelfde. Een enkele kleine brandhoutverkoper in Drenthe heeft nog wat droog hout liggen, maar verwacht dat de voorraad snel opgaat. Grotere verkopers halen hun hout uit het Oostblok en de Baltische Staten, maar dat is voor een kleine ondernemer te duur. Ondanks de slechte perspectieven blijft IJsing positief. Is er over 10 jaar nog maar 1 grote leverancier van droog haardhout? Nee, dat denk ik niet, want er blijven altijd kleine houtbedrijfjes zoals ik. Want ja, je kunt bij particulieren kun je af en toe wel eens wat zagen. Dus hout dat groeit elk jaar, dus er moet ook elk jaar gezaagd en gesnoeid worden. Dus dat zal altijd wel zo blijven.